Klimaatpsychologie is belangrijk omdat het een wetenschap is, in de praktijk kan worden toegepast en mensen in beweging brengt. Omdat elk individu het verschil kan maken. En dat heb ik dan weer van mijn ouders geleerd. En dat is dan weer psychologie. Het is een supermooi vak en het is onmisbaar. Omdat je de impact die de crisis op je kan hebben, beter kan plaatsen. En niet onbelangrijk, daardoor ook beter kan hanteren. Omdat we maar één aarde hebben. En hoe we met elkaar en met de aarde omgaan, is dus belangrijk voor onze toekomst en die van de volgende generaties. Omdat ons gedrag bepaalt hoe wij met klimaatverandering omgaan. Dat is een en al psychologie. Als onze kinderen op school al leren hoe ze klimaatverandering tegemoet kunnen treden, helpen we hun deze mooie wereld te behouden. Omdat we daarmee beter kunnen leren begrijpen hoe economie, cultuur, natuur en gedrag samenhangen. Omdat we zodoende met compassie kunnen leren omgaan met onze eco-emoties. Omdat het ons laat zien hoe essentieel juist die dagelijkse gesprekken zijn. Want als we die dagelijkse gesprekken inzetten als dialoog en niet als discussie, dus niet op inhoud, maar juist op nieuwsgierigheid naar elkaars perspectief, dan overbruggen we verschillen. Dus laten we vooral lekker met elkaar in gesprek gaan. Klimaatpsychologie is belangrijk omdat het kan helpen om effectiever klimaatbeleid te ontwikkelen. Omdat het vele disciplines kan helpen om in actie te komen voor een gezonde planeet. Verder vind ik het belangrijk dat we met elkaar leren om meer te praten over hoe de klimaatcrisis ons raakt. Ik denk dat dat een heel belangrijk puzzelstukje is in een grotere puzzel. Zeker het stukje klimaatpsychologie heeft echt de juiste inzichten om beleid te maken, je communicatie te verbeteren en zo met z'n allen klimaatverandering te verminderen of tegen te gaan. Klimaatpsychologie is belangrijk omdat alle technologische oplossingen voor een duurzame wereld er al zijn. En duurzaam gedrag de sleutel is om dit daadwerkelijk te gaan realiseren en te implementeren. Psychologen zijn hierin onmisbaar. En wat ook mooi is, wist je dat uit onderzoek mensen gelukkiger worden? Van duurzamer denken, zich gedragen en duurzamer leven? Nou, doe je mee?